Laat me beginnen met een beetje context te creëren en te benadrukken dat financiële verslaggeving een standaard boekhoudkundige praktijk is die financiële overzichten gebruikt om de financiële informatie en prestaties van een bedrijf over een bepaalde periode vast te leggen, meestal op jaar- of kwartaalbasis. Zonder financiële rapportage is het moeilijk tot onmogelijk een beeld te krijgen hoe goed een bedrijf financieel presteert. En middels een jaarrekening wordt de financiële transparantie bevorderd en daarmee ook de integriteit van een onderneming. En potentiële investeerders en kredietverstrekkers willen onder normale omstandigheden de financiële positie van een bedrijf goed doorgronden voordat ze besluiten om officieel te investeren. Maar niet alleen vanuit een bedrijfseconomisch standpunt is het bovenstaande van belang. Ook vanuit een macro-economisch standpunt is deze vorm van verantwoording belangrijk. Het investeringsklimaat in elk land wordt mede bepaald door de aanwezigheid van wetgeving en internationaal beproefde richtlijnen voor financiële rapportages. Dit geldt zowel voor de overheid als voor de particuliere sector. Met de wet op de jaarrekening wordt nagestreefd om onzekerheden weg te nemen en betrouwbare en vergelijkbare jaarrekeningen te faciliteren en anderzijds een aantal fundamentele waarden en normen in de financiële verantwoording te waarborgen. Dan gaan we over tot de stemming. Artikel 1 woord op stemming. Artikel 2 woord op stemming. Considerans en intitulé woord op stemming. Het gehele ontwerp wordt thans in stemming gebracht zoals gewijzigd wie is voor. En wie is tegen? Goed, 27 voor, 12 tegen. Die wet is aangenomen. Dus hoeveel? Nee, dan moeten we weer even tellen. Ik krijg het hier. Wie is voor? Kunnen we weer even hand opsteken doen? Misschien had ik lusje erbij geteld. Wie is tegen? Ja, nu is lusje 12 tegen. Dus 26 voor, 12 tegen. De wet is aangenomen. Gefeliciteerd en dank u wel voor uw medewerking. Zinnige discussie. We zijn niet ontevreden met betrekking tot die discussie.